Nou, dan zit je aan deze kant achter het stuur en dan hou je 1,5 meter er zo bij. Nou, dan hoef ik niet te vertellen dat dat eigenlijk niet haalbaar is om 1,5 meter van elkaar af te blijven. Kijk, misschien heeft die autoscooterbaas wel een heel systeem bedacht van we gaan allemaal rondjes rijden. Maar ja, dat is geen botsauto's. Je wil botsen. Een spookhuis, die kent iedereen wel. Nou, je koopt je kaartje, je loopt hier naar de ingang toe. Nou, dan zie je de wachtrij. Ik denk, daar zou je allemaal nog mooie streepjes kunnen maken. Maar als je dan al in de wachtrij staat, nou, dan zou je deze wachtrij helemaal over moeten slaan. He, en je hangt een beetje over het hek heen. Nou, dit zou alweer een probleem worden. Dus dan zou bijvoorbeeld, als iemand daarin gaat stappen, dan zou die hele wachtrij leeg moeten zijn en dan zou je hier moeten wachten. Maar het is nooit zo van, er komen 2 mensen en die willen erin. Nee, die willen er altijd een stuk of 30, 40 in. Je koopt kaartjes, de rij staat vol. Hoe ga je dat oplossen? Dan heb je dit alweer. Dat is openbare grond van de gemeente. Daar kan ik niet over zeggen van, ik moet hier wachtrijen maken of zo. Dat is grond van de gemeente. Nou, dat zou bijvoorbeeld wel gaan. Hoe ik het zie, met 1 ingang waar je kaartjes koopt, een uitgang. En je zou hier allemaal strepen maken, bijvoorbeeld met 1,5 meter ertussen, dat de mensen niet bij elkaar in de buurt komen. Nou, en de bezoekers die staan hier op het bankje zo. Want dat zou eigenlijk zouden wel gewoon 1,5 meter tussen zitten. Dan heb je alweer de volgende wachtrij. Nou, dat hoef ik je niet uit te leggen. Daar hoef ik ook geen meetlint bij te pakken. Dat zie je zo dat het niet gaat. Dan had mijn vader nog gedacht van, je gaat het helemaal dichtmaken met plexiglas. Nou, als je dat gaat doen, dan kom je alweer met het tweede probleem. Je mag niet zomaar plexiglas ophangen. Dat moet weer opnieuw gekeurd worden, de keuringsinstanties. Ja, en zo ga je eigenlijk van probleem naar probleem. Nou, dit is de eerste attractie van het Funhouse, de schietstoel. Thuis dachten we van, we slaan 1 stoeltje over. Dan kunnen er nog 6 mensen in, dan draai je nog omzet. Dan staan we hier opgebouwd in praktijk en gaan we het echt nameten. Dat gaat niet, je moet 2 stoelen overslaan. Want als je dan maar zeggen van kop naar kop pakt, nou, dan kom je niet uit. Dan zou je gewoon 2 stoelen over moeten slaan. Nou, dan heb je van de 12 stoeltjes, heb je nog 4 stoeltjes over. Dus dan heb je al 1/4 van je normale capaciteit zit je op. En dan heb je weer het volgende probleem. Ik zie hier, er staat het bedieningspaneel van die man die deze bedient. Nou, die komt overal in de buurt. Dit is niet te doen. Dit is, als je gewoon gaat draaien en je weet Tilburg is geen goedkope kermis, dan betaal je heel veel pachtgeld. Dan weet je, dan ga je naar Tilburg toe en je weet gewoon, dat gaat niet goed. Ik heb ook zo'n soort attractie waar 3 van die bakjes aanhangen met 4 personen. Nou, dat gaat ook niet. Dus mijn capaciteiten gaan van 12 mensen. Nou, 3 mensen eigenlijk. Dus dan zou ik maar een attractie aan moeten zetten voor 3 personen. Dat gaat niet, want de stroom kan ik daar nog niet eens van betalen. Laat staan over al mijn andere kosten. Dat is het einde van de kermis. En er is al honderden jaren is het al kermis in Nederland. 2 jaar na de oorlog. In oorlogstijd is er 2 jaar geen kermis geweest. Maar ik denk dat gewoon, dat is niet te doen. Dan kunnen we al onze spullen naar de Oud-IJzerboer brengen. Want het is ook niet meer te verkopen. Want als ik het niet vol kan houden met mijn bedrijf, dan is er geen ander die mijn bedrijf kan voortzetten. Er is geen capaciteit mee, je kan de kosten niet betalen, het houdt gewoon op.